een iets elegantere aktentas waar ook een laptop in kan van max 15 inch. Maar het hoeft natuurlijk niet. Dit is de prachtige kleur rood. Ik denk dat hij ook heel mooi staat bij dat donkerblauw trouwens. Hij heeft zilverkleurig beslag. Er zit een lang hengsel bij en die klik je hier en hier vast. Kijk, het lekkere van deze tas is dat hij dus helemaal open kan. Zie je? Helemaal tot onderen toe. Dus je kunt er echt lekker fijn van alles in doen en uitpakken. Hij heeft drie vakken van binnen met in het midden een vak met een rits. Het hengsel is verstevigd met nylon. Dat draagt ook lekker. Er zit hier nog een klein ritsvakje in. Nou ja, ik denk gewoon lekker voor je werkdocument, een paar A4 mapjes en een kleine lichte laptop. Want een 17 inch kan hier ook niet in. En zo'n hele dikke HP 15 inch ook niet. Verder is hij superleuk. Hij is ook lekker te combineren met zo'n los dierenprint hengsel van Jo. Volgens mij heb ik er daar eentje liggen. Even kijken. Haal ik hem heel even van deze tas af. Nou, deze schouderhengsels van dierenprint, maar ik heb ze ook in het effen. Die zijn 1,50 lang voor de mensen die wat langer zijn of wat voller zijn. Die hebben dan sowieso voldoende aan dit hengsel. En die worden gemaakt van stukjes die over zijn van andere producties. Binnenkort komt weer een nieuwe productie binnen. Deze kun je dus heel leuk ook hier aanklikken. Dan moet ik dat allemaal een soort van met één hand gaan doen. Kijk, die kun je dus hier aan klikken. Dan maak je dus een hartstikke leuke combi. Dan heb je je heel eigen tas. Ik heb natuurlijk verschillende printjes. En dan geef je hem toch, je formele werktas, een hele dikke, vette knipoog. Nou, shop hem op Joof, wil ik alleen nog zeggen. Doei doei!